De bedoeling van deze video is het toelichten binnen het thema van fase 2 van de vaccinatiecampagne en na het correct gebruik van de cleanup tool hoe we de lijsten met risicopatiënten nu daadwerkelijk kunnen doorzenden. Verder zullen we ook zien hoe we specifieke patiënten kunnen aanbieden, als ook hoe we bijvoorbeeld patiënten die weigerachtig staan tegen voor de vaccinatie of verkeerdelijk doorgezonde patiënten opnieuw uit de lijsten kunnen verwijderen. Zoals steeds worden nieuwe modules in uw dactari geïmplementeerd bij het opstarten. Bij het dashboard onder COVID-19 vaccinatiecampagne zal u zien dat er nieuwe informatie toegevoegd werd. Onderaan zal u dan ook een nieuwe knop terugvinden: doorsturen risicopatiënten starten. Klik deze aan. Om de lijst effectief door te zenden dient u drie stappen te doorlopen. Eerst selecteren we zoekopdracht. Vervolgens klikken we op de knop Risicopatiënten verzenden en als laatste stap kiezen we binnen het postvak voor ontvangen berichten verwerken. Wanneer u bij zoekopdracht kiezen voor Risicopatiënten 1 kiest, zal u zien dat deze lijst automatisch gegenereerd wordt. Zoals steeds kan u via de knop Tabel opslaan als de gegenereerde lijst exporteren als een Excel-bestand, als ook de zoekopdracht zelf opslaan. Rechts hiervan vindt u de knop risicopatiënten verzenden terug. Wanneer u deze aanklikt en als correct verlopen is, zal u hier rechts onderaan ook een bevestiging van krijgen. Wanneer we de module sluiten en naar postvak navigeren, zien we hier niet verwerkte berichten. Als derde en laatste stap klikken we hier het tandwieltje aan. Let op, hou rekening mee dat bij omvangrijke lijsten het verwerken ook langer zal duren. Ondertussen kan u Dactari niet gebruiken. Bij het openen van een van de patiëntendossiers zal u nu onder zorgprotocollen een nieuw protocol terugvinden, namelijk immunisatie COVID-19. Hier kan u zowel de code als activeringstoestand, de verschillende vaccinatietoestanden als ook het vaccinatietype en data terugvinden. Hoe kan ik nu gemakkelijk zelf een patiënt doorsturen? Of in de andere richting, een patiënt die de vaccinatie weigert, of een foutief doorgezonden patiënt, deactiveren. Zowel het activeren als het deactiveren van een patiënt gebeurt vanuit het patiëntendossier zelf. Links van de tijdslijn vindt u een nieuw icoontje terug: Opvolging van de COVID-19-vaccinatiecampagne. Binnen deze module kan u een patiënt activeren. Wanneer u op deze knop klikt, krijgt u zowel de vaccinatiecode als een prioriteitsstatus. Merk ook op dat aan de linkerkant een nieuw zorgprotocol Immunisatie COVID-19 werd toegevoegd. Wanneer het de bedoeling is een reeds geactiveerde patiënt opnieuw te deactiveren, kan u dit via dezelfde weg.